Hallo allemaal, leuk te kijken naar deze nieuwe spoiler video. Vandaag gaan we spoiler kijken. Jullie zien het hier bovenal staan. Jullie zien mijn muis denk ik niet echt. Omdat het dezelfde ding neemt als mijn ding. Denk ik. Maar ja, laten we meteen beginnen. Nee, laten we meteen beginnen met de video. Ze zegt het dan natuurlijk. En welk knopje? Ziet er heel erg mooi uit. Ik hoop zo dat ook de water vervroren is. Alleen maar echt heel leuk. Oh. Ja, het ijs is zo te zien met bevroren. Aan het water bedoel ik. Smaakt volgens mij een hartje. Yep. Sorry. Als je dit ziet, krijg ik echt zin in een kerst. Ja, dit is dan het einde van de video. Ik had even mijn microfoon even uitgezet. Want ik bleef maar hoesten. Nou ja. Ik hoop maar dat het echt gebeurt met dat knop. Dat is helemaal heel erg grappig. Ik ben ook blij dat de sneeuw weer terugkomt. Ja, we hebben 2 jaar niet gedaan omdat mensen dan niet... goed mee kon spelen. Maar ik had toen ook een laptop toen. Maar was bij mij wel best wel speelbaar. Alleen ik moest op laag kwaliteit zetten. En toen kon het wel. Maar ja. Maar ja, het is wel leuk. Kun je mensen gewoon aan en uit zetten. Als mensen geen sneeuw willen, ja, dan drukken ze het weg. En als ze wel sneeuw hebben, bam, dan hebben ze sneeuw. Lijkt mij best wel grappig. Maar het zou wel leuk zijn als je ergens bij de mannetjes zo zegt dat je sneeuwvlokken hebt. Dat je toch wat sneeuw hebt. Dat lijkt me ook wel grappig. Als je liever geen sneeuw wilt hebben waarop je kan lopen. Maar wel sneeuw wilt laten vallen. Dat lijkt me ook wel leuk. Maar ja, zoals het even doet dat allemaal niet. Maar ik hoop het wel. Het zou wel heel erg leuk zijn. Want dan heb je toch iets van sneeuw die valt. Maar je hebt niet echt dat je sneeuw hebt. Dat lijkt me wel heel erg leuk. Maar ja, dat was het stelstapel. Dat kunnen we helaas niet tegen doen. Maar ja, dit was het einde van deze video. Ik hoop dat deze video leuk vond. En ik hoop dat ik beter ben. Want ik word daar een beetje gek van. Maar ja. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. En dat is zaterdag. Dan zeg ik bye bye.